Hi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een mooie herfstkrans. Een herfstkrans op groepen, dus net even wat anders dan een gemengde krans. Daarnaast droogt deze krans helemaal mooi in, dus dat is natuurlijk altijd leuk. Dan blijft het gewoon mooi lang goed en kun je er extra lang van genieten. Hè? Wil je nou deze les meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je alle materialen als pakket kan bestellen. En we leveren door Nederland, België en Duitsland, dus dan kun je er lekker mee aan de slag. Heb je nou zelf iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het dan op social media, Facebook, Instagram. En dan maak je elke maand kans op een leuke prijs, dus dat is zeker leuk. En dan gaan we gauw aan de slag. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. Ik heb hier al een oasekrans. Deze heb ik al gevuld met water natuurlijk. Altijd belangrijk met oase, druk hem niet onder, maar laat hem langzaam volzuigen. Hoeft niet heel lang te duren, maar niet gaan onderduwen of onder de kraan houden. Deze gaan we dus opvullen met mooie herfstmaterialen die je kunt indrogen. Als eerste heb ik hier een super mooi pakketje met natuurlijke materialen. De krans wordt ook helemaal natuurlijk. En hierin zit ook een mooi stukje mos. Deze gaan we om de krans heen doen en vastzetten met krammen. En dit verdeel ik een beetje op drie plekken. Dan gebruiken we Carlo Cipalis. En ook deze zet ik vast met een krammetje. Dit zal wel wat meer indrogen, maar dat vind ik zelf wel mooi. En daartussen doe ik ook een beetje silantia. Juist die leuke kleurencombinatie vind ik al heel erg mooi. Let wel op, als materiaal indroogt, krimpt het automatisch een beetje. Dus dat je wel mooi compact werkt. Dan gebruik ik mooie pistasplat. Dit gebruik ik ook heel compact en fijn. Dan prachtige roze mattel. En hier maak ik rijtjes mee. Dan gaan we door met deze appeltjes en ook deze zet ik even op een stokje. Dan heb ik hier mooie Craspedia bolletjes. Gedroogde dadeltakken. Ook deze zet ik vast met een krammetje. Oké.
Dan zitten er in het pakketje nog meer mooie gedroogde materialen die ik ga gebruiken. Juist zo'n soort zakjes geven echt een mooi natuurlijk effect aan je krant. En dat willen we natuurlijk. Dan heb ik ook weer dennenappels. Die zet ik op de welbekende manier op draad. En het leuke natuurlijk straks aan deze krans is dat je na de herfst voeg je de mooie kerstmaterialen aan toe. En dan kan je hem ook heel lang goed houden, omdat alle materialen eigenlijk mooi indrogen. Juist heel erg leuk. Dan heb ik hier hele mooie zaaddozen van de Scabiosa. Ook deze verwerk ik weer in een rijtje. En dan zie ik nog her en der wat oase. Ik heb hier ook nog wat mooie eucalyptus, die verwerk ik terug tussen. Ook deze verwerk ik heel kort. En dit doe ik ook aan de andere kant, want ik vind het kleureffect wel echt heel mooi. Dan heb ik hier een kunststakje van lampionnetjes. Maar deze zijn echt wel heel mooi natuurlijk en ook heel mooi van kleur bij de krans. Dus die ga ik ertussen zetten. En doordat je eigenlijk voor de rest allemaal echt droog materialen gebruikt, lijkt het ook eigenlijk gewoon helemaal echt. Hier zit piepschuim in, dus ik doe er gewoon eventjes een stok in. Dan heb ik nog een droog materiaal, omdat ik de krans heel mooi rond wil laten lopen en ik zie dat hier een deukje zit, ga ik deze hier nog even verwerken. Die zet ik op dezelfde manier op draad als de derde appel. En om het stuk dan nog net even iets spannender te maken, heb ik hier mooie berengras. Deze ga ik vlechten en er weer overheen laten lopen. Dat geeft mooi diepte in het stuk en net een spannender effect. Ik zet de onderkant even vast met een draadje. Zo kun je hem straks ook makkelijker wegsteken en je verbindt hem natuurlijk gelijk. En deze gaan we vlechten. Vind je vlechten nou lastig, dan kan je de berengras er ook gewoon los overheen laten lopen. Dus kan je niet vlechten en lukt het niet, geen paniek. Je kan het natuurlijk op je eigen manier verwerken. En aan het eind doe ik er voorzichtig een knoopje in. En je kan dus ook gewoon los de berengras ertussen laten lopen. Dan steek je gewoon de zijkanten in. En ook dan zet je hem weer vast met een krammetje. Thank you.
Zo, en het vlechten kan je natuurlijk helemaal zelf doen zoals je zelf wil. Het vlechten en het bergvast mee laten lopen. Daar kun je helemaal je eigen draai aan geven. Ik vind het nooit zo heel mooi dat de krammen zichtbaar zijn. Dus ik ga er nog even met een lijmpistool wat droogmateriaaltjes opplakken. Heb je geen lijmpistool is dat natuurlijk ook geen probleem. Dan zie je de krammen niet heel iets. Maar dat is net wat je zelf daarin mooi vindt. Ik vind het altijd net iets mooi als die was weggelegd. Dus dat ga ik even doen. Zoals je ziet heb ik op de zichtbare krammen, zoals hier, heb ik eventjes wat natuurlijk materiaal opgeplakt. Dat zit gewoon in het pakketje bij je bestelling. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Ik vind het tenminste heel erg leuk. Ik hou van natuurlijke materialen en dat straalt deze krans echt wel uit. Het is ook net eventjes wat anders en je kan er helemaal je eigen draai aan geven, dus dat is ook leuk. Heb je wat leuks gemaakt naar aanleiding van video's? Deel dat dan op social media, Facebook of Instagram en tag mij. Dan maak je natuurlijk weer kans op een leuke prijs. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te zien wat jullie allemaal maken naar aanleiding van mijn video's. Abonneer gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Elke zaterdag een nieuwe video en tegenwoordig op woensdag een extra video, dus dat is natuurlijk ook leuk. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En wil je meer doen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. En dan zie je mij de volgende keer weer.